Ja, vrienden, we hebben helaas afscheid moeten nemen van Diego Maradona. Ik bedoel, ja, dat was een trieste dag voor iedereen die van voetbal houdt. Maar er zijn de hele tijd twee verhalen aan de gang over Maradona. En het gekke is, het zou eigenlijk alleen maar moeten gaan over de fantastische voetballer. Dat is het verhaal. Maar dan gaan ze toch de hele tijd ook weer beginnen over die andere kant van Maradona. Dat hij aan de drugs was en weet ik veel wat hij allemaal deed. Maar luister nou eens even helemaal goed. Het is een heel simpel verhaal met Maradona. Ik heb dus zo'n klein stukje van wat hij heeft meegemaakt, heb ik ook ooit meegemaakt. Ja, want in mijn toptijd, toen keken er 5 miljoen Nederlanders naar het programma en ik kon niet over straat. Nee, ik kon nergens heen. Ik kon niet naar een restaurant, ik kon niet naar de bioscoop, ik kon niet naar de kermis, ik kon niet naar het strand, ik kon nergens naartoe en ik was eigenlijk aangewezen op mijn eigen fleetje waar ik toen woonde. Punt. Dat is wat er gebeurt met een soort van beroemdheid die ik toen had. Maradona heeft dus dit meegemaakt maal 1000 of maal 100.000. Vele malen erger. Want hij zat op een gegeven moment op het niveau, zal ik maar zeggen, van Elvis Presley of Michael Jackson. En dan gebeuren er hele vreemde dingen. En helemaal in Napels, want daar ben ik een keer geweest met Ruud Krol. Nou, het gekkenhuis is daar niks bij. Dat is van een idiotie. Die heb je nog nooit meegemaakt. En daar had Maradona mee te maken. Het gevolg van als je zo'n leven hebt als Elvis Presley of Michael Jackson, dan kom je in huisarrest terecht en dan leef je eigenlijk nog alleen in je eigen gevangenis en je kan nooit meer deelnemen dan aan het normale leven. En dan word je omringd door een stelletje ja-knikkers en die zitten altijd maar met jou in dat huis en die gaan rare dingen verzinnen. Zelf heb je heel veel geld en weet je van gekkigheid ook niet meer wat je moet doen. Want je moet 's nachts moet je een bioscoop afhuren, want je kan nooit naar de bioscoop. Of je moet een winkel afhuren of de winkel komt bij jou thuis. Het is natuurlijk een hele malote wereld waar je dan in terecht komt. En daar hebben de meeste mensen geen voorstelling van. Want als je zijn neusje maar buiten de deur stak, Diego, 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 dan ging het weer helemaal los. Dat is dan toch geen normaal leven. En dan is het toch ook vrij normaal dat je gekke dingen gaat doen. En dat wil ik er maar mee zeggen. Dus laten we die kant van Maradona nou rusten. Dat is nou een keer zo. En laten we hem alleen maar herinneren als die fantastische voetballer.